In het Nederlands Astmacentrum in Davos besteden we veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. We merken dat patiënten veel baat hebben bij een behandeling. Dit willen we goed monitoren en vastleggen. Daarom kan het zijn dat ze gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Daarom doen we verschillende metingen aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Met die gegevens kunnen we verschillende onderzoeksvragen beantwoorden. Daarmee maken we aantoonbaar dat Hogebergsbehandeling voor veel patiënten effect heeft. Dit is niet alleen goed voor de patiënt zelf en de longarts, maar het is ook belangrijk voor de verzekeraars. We werken samen met verschillende academische centra op het gebied van ernstig astma. Dat betekent dat we alle Nederlandse patiënten met ernstig astma over een langere tijd volgen. We hebben verschillende tools ontwikkeld die patiënten helpen om in Nederland hun astmacontrole zo goed mogelijk vast te houden. In samenwerking met het LUMC in Leiden hebben we een app ontwikkeld die patiënten in Nederland kunnen gebruiken. In de app kunnen patiënten nalezen wat ze hier hebben geleerd en patiënten kunnen verschillende metingen invoeren die hun helpt inzicht te geven in hoe het met hun astma gaat. Zo kan bijvoorbeeld een terugval ook op tijd worden herkend. Behalve in Nederland werken we ook samen met de Europese Hogebergse klinieken om de mogelijkheden van longrevalidatie op hoogte meer onder de aandacht te brengen. Ernstig astma is natuurlijk altijd in beweging. Er zijn nieuwe behandelinzichten, er zijn nieuwe medicijnen. Dat maakt het onderzoek doen ook zo spannend. Het NAD werkt hier graag aan mee.